Dit boekje, Lucie's Lexen. <laughs> Dit boekje, Lucie's Lexen. Welkom bij TheWireGuild.com, jouw wekelijkse talkshow waar je inzichten krijgt om alles te halen uit je liefdesleven en uit je carrière. En deze week heb ik een inzicht voor je waarmee je na dit filmpje je meteen rijker en gelukkiger kan voelen zonder een cent uit te geven. Deze week sprak ik op de Wire Girl Bank met Lou Niestad, schrijver en illustrator van dit boek, Les is Luxe. En Lou vertelt haar verhaal. Uh, ze was ooit een succesvol model, en verdiende bakken met geld, raakte zwanger. De relatie ging stuk en in één keer ging ze van een jet-set-leven naar een leven waar ze heel weinig middelen had. En dat was een financieel dieptepunt en ook emotioneel. Maar Lou zegt dat daar een periode in haar leven begon waar ze zich gelukkiger en veel rijker voelde. Toen ik zwanger was van mijn derde dochter en de haar, hun vader en ik uit elkaar gingen, dacht ik: ja, nu komt het erop aan. Ik wil gewoon. Het is, er gebeurde zoveel voor die kinderen. Ik wilde er gewoon zijn voor hen. Dacht mm -hmm. ik, om maar te kunnen zijn voor hen, moet ik minder werken. Het voordeel van als modelwerker is dat je natuurlijk wel makkelijk kunt zeggen. Oké, okay, ik ga gewoon minder werken en er komt nog steeds wel, wel geld binnen. Mm -hmm. Maar ik dacht, ja, alles wat ik heb, daar moet ik voor werken. Alles wat ik niet heb, daar hoef ik niet voor te werken. Dus dat, daardoor dacht ik, ik moet het gewoon, ik moet gewoon wat uit. Okay. Ik moet gewoon spullen uit. Leg me dat nog even uit. Alles wat ik heb. Ja. Daar moet ik voor werken. Ja. Alles wat ik niet heb, daar moet ik niet voor werken. Nee, alles wat ik niet Voorbeeld, Bijvoorbeeld, niet... concreet: Een auto. Oké. Okay. Kost me veel geld. Als ik, daar moet ik voor werken. Om een auto te kunnen rijden, daar moet ik echt voor werken. Dus ik heb, ben begonnen met de grote dingen. Waar kan ik echt zonder? Wat ik zo wonderlijk vind aan dit verhaal is dat. Ik heb geen kinderen. Maar ik denk dat als ik uh, uh, twee kinderen zou hebben, net als jij toen. En mijn derde is op komst. En mijn man en ik gaan uit elkaar. Mm -hmm. Ik denk dat mijn eerste reactie zou zijn. Wat kan ik vasthouden? Ja. We hebben een auto nodig, want we zijn een gezin. Ik moet de auto vasthouden. Ja. Wat kan ik vasthouden? Dat, dat denk ik. Ja. Hoe komt het dat het bij jou zo andersom was? Ik vond het echt een verademing gewoon om het, om het niet te hebben. En daarvoor, en nu werd het, was het natuurlijk weliswaar een beetje uit nood geboren. Omdat je, je gaat verder kijken dan alleen vandaag. Ik denk, het, het houdt een keer op dat model. Ik moet op een gegeven moment gewoon iets anders gaan doen. Mm -hmm. Daar ben je je natuurlijk wel bewust van. Ik denk, dat wil ik voor zijn. Wat, waar kan ik zonder? Hmm. En ik, ik vond het echt de grootste rijkdom, vond ik serieus. Het, het besef dat je zonder kan. Weet je, al die dingen. We gingen vier keer per jaar op Wintersport voordat de kinderen er waren. Weet je, we, we kochten, we deden maar wat. Bestel maar, koop maar, doe maar. Mm -hmm. En daar, daar was ik niet ongelukkig van. Maar het, ja het was, het was ook niet dat ik dacht: wauw. En nu dacht ik. Wel wauw, toen ik het niet nodig had. Ik had wat gewoon niet wauw? gedacht. Maar wat was dat wauwgevoel? Dat ik veel relaxter werd van alles wat je niet... Na het is toch een soort nastreven. Mm -hmm. Je bent heel druk met, met bezit vergaren, voor je bezit zorgen. Heel hard werken om het te kunnen kopen. Mm, en het is dat... allemaal energie. Uiteindelijk, je moet er allemaal energie in stoppen om het allemaal bij elkaar te vergaren. Ik vind het bijvoorbeeld heerlijk om online um, te shoppen. En dan alle, alles wat... Wat er binnen is gekomen bij een winkel te kijken. Ja. Dat is ook energie. Ja, en ja, dat, dat kost is ook energie. Ja. En dan, oh, vind ik dit mooi. En dan in winkelwagen en oh, weer eruit. Ja. Dat ja. hele proces, ja. al dat soort dingen gingen eruit ja. bij jou. Ja, nou dat deed ik toen natuurlijk nog niet. Maar uh, want dat, dat, dat had je nog niet. Maar dat, zou, dat doe ik nu inderdaad. Zeker. Nee, ik vind dat echt zonde van mijn tijd. Ik ga echt veel liever. Want je, het, je, je hele avond is weg. Denk je, ik ga even. kijken. ik heb het nog, ik kan het nog steeds hebben met boeken. Boeken is echt een... een uh... Je zwakte. Ja, want ik hou ik ervan. Dus ik kan rustig bij Amazon heb ik van alles. Bestel maar, koop maar, doe maar. Bij bol.com bestel... Het is allemaal zo besteld. Maar er ligt zo'n stapel naast mijn bed... En ik krijg daar stress van, want ik ja. moet het ook allemaal lezen. Ja. Dus ik heb en die hele avond niet gelezen, want ik was aan het zoeken naar een boek wat ik wilde lezen waar ik vervolgens <laughs> geen tijd voor heb, want ik zit achter het internet te zoeken naar dingen die ik ook moet hebben. Ja. Het is ook gewoon uitstelgedrag. Dingen kopen is ook gewoon niet doen wat je wil doen. Weet je, het geeft zoveel rust om dingen niet te willen hebben. Als je gewoon met jezelf afspreekt, ik koop al doe, doe een week ik koop niks. Doe een dag, dit is voor sommigen al heel <laughs> ingewikkeld, doe een trauma. dag niks oh my God. niet online shoppen, doe gewoon niet, überhaupt, die computer is uit. Wat is het en, cadeau dat je jezelf geeft? Rust dus. Rust. Echt. Ja. Keuzestress is, je hebt geen idee wat het met je doet, als je de hele dag maar keuzes moet maken, wel, niet, wel, niet. Als je gewoon kiest voor niet, dan blijft er opeens onwijs veel over voor wel en dan de dingen voor wel die je echt wil doen. Lou's inzicht is dat als je altijd maar bezig bent met het vergaren van bezit en mooie spullen, dat dat heel veel stress oplevert. En ik ben benieuwd, herken je daarin of zie jij dat compleet anders? En, opdracht, ben je bereid om een klein deel van je dikke doekoe lifestyle, zoals ik dat noem, los te laten om te kijken wat er dan gebeurt met je? Laat het Lou en mij weten in de commentaren onder deze video op thewigel.com, want wij willen dat heel graag van je horen. Ik hoop dat je iets aan dit filmpje hebt gehad. Als dat zo is, like ons, deel dit filmpje en schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief. Daarin krijg je elke week nog meer inzichten over hoe je alles kan halen uit je carrière en uit je leven. En word je als allereerste uitgenodigd voor al onze leuke Wargill-evenementen die eraan komen. Die worden heel leuk, dus schrijf je in op onze gratis nieuwsbrief. Zou ik doen? Dat soort dingen moet je eraf knippen. Dat zeg ik altijd in de lanershop. Ze moet zelf weten of je het doet.